Een van de kleinste dorpen in Zeeland is Kleverskerke. Kleverskerke mag dan klein zijn, maar het had een heel beroemde ambachtsheer. Maurice van Vollenhoven. En die van Vollenhoven heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van België gedurende de Eerste Wereldoorlog. En over hem is een tentoonstelling ingericht die van april tot november te bezichtigen is in het museum in Arnhem-Muiden.